Zo, Arjan. Daar is hij weer, hè? Voor een vette ventje. En ik zie al dat de Roshief, de keramische grill, die heb ik al lekker naar boven laten sjouwen, want het was me veel te zwaar. En waarom zijn we hier? Ik denk ja, als de burgervader binnenkort in Boxen komt te wonen, dan kan hij, dan moet hij toch iets doen om de buren uit te nodigen. Dus. Ik vind het geweldig dat je aan me denkt, Arjan. En het is natuurlijk een prachtig ding. Ik vind het ook heel geweldig dat iemand dit in de ruil ingebracht heeft. Ja. Dat is geweldig dat iemand zoiets doet. Ik wil er graag iets tegenover stellen, maar ik wil alvast gelijk eigenlijk er even iets over zeggen. Ja, nee. Ik vind dat ik als burgemeester gewoon heel graag meedoe aan dit soort zaken. Ja. Omdat ik het zo'n leuke actie vind. Ik heb een paar keer gekeken op Dommeland en het is geweldig wat er allemaal gebeurt. Ik heb jou met de schilderij gezien en zo. Ja, en, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. En leuk ook dat op deze manier mensen proberen om toch voor het goede doel zaken bij elkaar te halen. Ja. Wat mijn bedoeling is, en dat is misschien bijzonder in het kader van waar wij met de gemeente allemaal mee bezig zijn, toch een stukje meer transparantie betrachten, ja. Ook in het bestuur, zou ik graag willen vragen of iemand eens een keer een halve dag met mij aan pad gaat, of misschien een hele dag, maar dan moeten we dan maar even afspreken. Ja. Er staat wel een waarde tegenover, die weer meer is als van de keramische koeker, ja. Maar die waarde is vooral door jou zelf ook bepaald en niet door mij. Omdat ik eigenlijk vind dat ik er belangeloos mee moet doen. Dus wat doe ik? Ik geef de koeker terug voor de veiling. Voor de veiling, ja. En ik ga zelf een dag met iemand rond. En dan wordt er een plus op de koeker gezet. Ja. En dat is de inbreng voor de volgende ronde dan weer. Dus kun jij dat optellen? Mooi. Ja? Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Over dat bedrag nog even. Inderdaad, een dag met de burgemeester of een halve dag met de burgemeester op stap. Ja, dat is natuurlijk onbetaalbaar. Dus dat is niet in euro's uit te drukken. Het is gewoon meelopen in het bestuurlijke. Ja, we gaan gewoon echt een dag uitkiezen. Ja. Dan moeten we even ook wel kijken dat het een dag is waarop dat ook goed kan. En er voor iemand ook echt iets te zien en te beleven is in zo'n dag van de burgemeester. Nou, als ik weet wie het is, dan kunnen we daar afspraken over maken. En dan gaan we gezamenlijk een dag optrekken. Dan kan hij wat van binnen zien hier, wat meer van het bestuur zien, zoals wij dat iedere dag hier doen. Maar misschien dat we ook een stukje buiten kunnen laten zien, de taken van de burgemeester die buiten gebeuren. Okay. Misschien zitten er wat leuke dingen tussen. En ik wil heel graag een dag met iemand optrekken. Ja. Ik denk ook dat het goed is om eens een keer te laten zien wat wij hier doen. Dus ik ben er hartstikke blij mee en ik ga ermee verder. Arjan, bedankt. Bedankt. Leuk dat je me betrokken hebt. Ja. Wel een mooie dag van maken. Zoiets natuurlijk, hè. Het is lang geleden. Hoe is het met de dames? Goed. Nou, het is goed, toch? Wat hebben jullie al die tijd gedaan? Vertel eens even. Nou, we hebben een optreden gehad in de Enk. En de dansgroep heet Desdemona. En daar hadden we op een liedje gedanst. Okay. In de musical. Okay. In de Enk. In de Enk? Ja. Nou, op het begin vond ik het wel spannend, maar als je eenmaal op het podium staat, dan valt het wel mee. En ik vond het wel heel erg leuk. Alleen, ik schoot heel erg in de lach met de musical, want er zat een jongen uit mijn klas. Die zat er ook bij en die was allemaal aan het gillen en aan het klappen. En ja, ja in de Punder, dan gaan we de Wizard of Oz, heeft Noor de hoofdrol. Noor heeft de hoofdrol gekregen in het stuk. En ik heb de goede vee. En ja, soort van. We moesten eigenlijk gewoon acteren. En dan ging hij kijken voor wat is dan geschikt. Ja, die ons les geeft. Voor wie is de rol geschikt? Ja, voor Noor was de hoofdrol geschikt. En voor mij de goede vee. Nou, ik weet niet, juni of jullie. Wat? Voor Noor wel, ja. Maar voor mij alleen op het begin en op het einde. Het zijn iets van 16 scènes of zo. Dus Noor moet echt alle 16 kennen. Maar toen we voor het eerst gingen oefenen, kenden ze want we moesten 3 scènes doen, dus kenden ze 3 scènes al helemaal uit haar hoofd. Nou zeg, knap! Ja. Maar ze zeker wel trots op je. Mm-hmm. Ja, ik in ieder geval wel. Heb je van je vader misschien, of niet? Ja. Ik denk het wel. Ja, toch? Een echte muzikant, toch? Ja. Ja, vertel eens, wat doet je vader dan? Hij zit in een band. En dan gaat hij wel eens optreden op festivals of zo. Soms ook wel eens in Marokko of Colombia of Mexico. Of andere landen. Ja. Dat is dan een internationale artiest eigenlijk? Ja. En willen jullie net zo internationaal worden? Ja. Ik wel. Jij wel. En Noor? Voor mij hoeft het eigenlijk niet, maar... En Hanna die heeft de CITO-toets gemaakt? Ja. En heb je ook geen tijd gehad om te rijden, denk ik, hè? Nee, maar ja, ik hoefde me niet echt voor te bereiden, want het was eigenlijk wat ik vanaf groep 3 tot en met groep 8 heb geleerd. Maar het ging heel erg goed. Ja, de juffrouw heeft mij VMBO THAVO
gegeven. En ik zit heel erg te twijfelen of ik naar Boksel of naar Best ga. Maar Best vind ik al leuker. Ja, ik fiets liever naar een school waar ik het leuker vind en waardoor ik langer moet fietsen, als dat ik op een school zit waar ik het helemaal niet leuk vind en ja, dat ik korter moet fietsen. Ik doe het wel gewoon, dat, want ik zit daar wel 4 of 5 jaar. Ja, ik ga gewoon naar groep 7. En het ruilen, vertel eens, hoe staat het ermee? Ja, het bedrag is goed, maar niemand wil met ons ruilen. Wat klinkt dat zielig? Ja, dat is het ook. Ja, we zijn al 2 keer afgewezen. En komt dat omdat het bedrag zo hoog is of omdat het niet leuk genoeg is om te ruilen? Ik nou, denk het is wel leuk om te ruilen, het bedrag, maar denk ik. Het bedrag is denk ik wel het echte. Wij willen niks anders dan ruilen, want wij willen gewoon een heel hoog bedrag, zodat we Omroep Dommeland blij kunnen maken met het geld. En dus als iemand iets met ons wil ruilen, heel graag. Oké, okay, nou, vertel nog even, wat was het ook alweer? Want het is al zo lang geleden. Ja, nou, je mocht personal trainen. Ja. Hier heb je een foto. Dat is Margrethe. Want ze doet samen met Mark Dakriet. En dat is Mark Dakriet. Ja? Misschien ken je hem ook van vroeger met zingen. Dat en kan. Die gaat met je boksen. En Margrethe, die gaat met je trainen. Ja. Ja, mensen die willen afvallen, die wat sterker willen worden, die fitter willen zijn, dan, die kunnen er allemaal naartoe. Dus het heeft niet per se te maken met dik of minder sterk, maar als je jezelf, als je jezelf wil verbeteren, ja, dan kun je er naartoe. En ja, dat doet zij jou persoonlijk begeleiden? Ja. En dan krijg je ook nog een dagje naar Bussum, begrijp ik? Ja, dan ga je naar Bussum. Dat doet zij bekennen niet alleen gewoon mensen zoals jij, maar echt bekende Nederlanders. Ja. Bijvoorbeeld Ali B of Brownie Dutch of Winston Post. Die doet ze ook trainen en ook nog heel veel andere. Dus misschien als je ruilt, dan kom je heel misschien ook wel een bekende Nederlander tegen. Dat kan. Ja. En dit pakket met een springtouw, een bidon, een zweetbandje, een tas. Die zit er ook nog bij. Winkel, ja, een dure spullen. Of misschien iemand, een bedrijf of een zo. Een auto. Die... Nou, doe een oproep wat je heel graag zou willen hebben. Wat zou je nou heel graag willen hebben waar je denkt van nou, dat vind ik wel mooi om weer de volgende keer mee te gaan rijden? Een cabrio. Nou, dat is meteen hoog ingezet, maar waarom niet, hè? Ja, ik kan het al proberen. Ja. Misschien heeft iemand al een cabrio die met ons wil ruilen. Of misschien wil iemand wel een fitnesspakket, omdat hij niet in een cabrio past. Dan ruilt hij met ons cabrio. Is hij weer gezond? Kan hij in die cabrio? Dan komt hij de cabrio weer terug. Dan heeft hij misschien weer, bijvoorbeeld. Nou, dan koopt hij de cabrio terug en is de opbrengst voor Omroep Dommeland. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik vind het een heel goed idee om mee af te sluiten. Ja, ik ook. Ja? Ja, je kan Facebooken met mama, via de mail. Ja, met Omroep Dommeland. Ja, contact maken met Omroep Dommeland, want die kunnen het altijd nog tegen ons zeggen. Dus als je iets te ruilen hebt, dan doe dat. Het moet wel hoger zijn dan €730, maar dan gaat jullie vast lukken. Zullen we dan nou onze yell doen? Oké. We gaan naar de 1000 euro, want dan maken we Omroep Dommeland brei. Yay!